We willen eigenlijk meer oudere fietsers bereiken, informeren en hopen en zorgen dat ze nadenken over hoe blijf ik veilig fietsen. In een uitverkochte campagne vol fietsfanaten organiseerde Doortrappen on Tour samen met Team Sport Service op 12 oktober een bijeenkomst om ouderen te helpen zo lang en zo veilig mogelijk te blijven fietsen. En wat we doen is dat onderwerp fietsveiligheid en al die tips naar de mensen toebrengen. En daar waar de mensen op de fiets komen of ze denken na over fietsen, zorgen we dat er wat voorlichting en informatie komt over veiliger blijven fietsen. We kijken bijvoorbeeld naar infrastructuur, dus nou ja, kijken bijvoorbeeld ook naar zijn de wegen wel goed. Dus nou ja, ook naar fietspaden, maar ook gewoon naar, autowegen. Maar we kijken ook naar gedragsmaatregelen en daar is Doortrappen er dus eentje van. De fietsen komen met diverse vragen. Hè. Soms zeggen ook mensen van ik vind het lastig om op te stappen op de fiets. Organiseren jullie bijvoorbeeld fietslessen? Nou, daar kunnen we nu volmondig ja op antwoorden, want een aantal collega's zijn ook opgeleid tot fietsdocent. Maar ook als ze vragen hebben over de infrastructuur of waar kan ik terecht met allerlei vragen over Doortrappen, dan zeggen we altijd ja, bel ons. Mede door de komst van de e-bike blijven ouderen langer op de weg en daardoor nemen de ongelukken toe. Vanuit verschillende overheidslagen wil men daar wat aan doen. We zien dat als je kijkt naar fietsongevallen, zijn er heel veel mensen van boven de 60 bij betrokken. En als zij vallen, is het vaak best wel serieus. Dan breken ze iets, dan zijn ze erg geschrokken. En is de kans groot dat ze daarna niet meer op de fiets gaan. En dat vinden we hartstikke jammer. Want we vinden het belangrijk dat iedereen zo lang mogelijk door blijft fietsen. Het liefst tot hun 100ste. Wij leveren daar een bijdrage aan door te zeggen van ja, wij willen ook graag met de gemeente in gesprek over fietsveiligheid. He, infrastructuur is één. Maar ja, de mensen moeten dan ook naar het fietsen toegeleid kunnen worden. Dat mensen ook vooral blijven fietsen. Dus wij steken hem dan in, zeg maar, vanaf de kant vanaf bewegen. Ja, en dan kom je natuurlijk ook terecht in de infrastructuur. Ja, daar hebben we weer de afdelingen van de gemeente bij nodig. Maar ook de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. Dus zo nou ja, brengen we alles bij elkaar als het gaat om fietsveiligheid. Voor het ministerie is het eigenlijk lastig om gemeentes echt te bereiken. Dus wij als provincie zijn eigenlijk echt de schakel en hebben veel contact met collega's bij de gemeentes. Doortrappen gaan we borgen. En dat borgen gaat gebeuren in het strategisch plan verkeersveiligheid. Dus daar krijgt het nu een plekje. Het project Doortrappen on Tour is nu een jaar bezig. En de coronaversoepelingen boden een goede mogelijkheid om hierbij stil te staan. Het belangrijkste is denk ik nu dat we... Nou ja, vorig jaar hadden we 7 doortrappen gemeentes, nu hebben we er 12. En nou ja, op naar volgend jaar waarin er nog meer doortrappen gemeentes zijn. En nou ja, waarin natuurlijk uiteindelijk het doel is dat alle gemeentes in Noord-Holland natuurlijk meedoen met Doortrappen. Ja. We hebben gezegd we moeten een momentje pakken om te vieren. He, alle successen die we bereikt hebben, dat we ook iedereen laten zien wat we nu hebben gedaan. En wat we willen bereiken is dat het programma ook daadwerkelijk door kan gaan in zowel Schagen, Hollandschoon als Den Helder. En dat gaan we vanmiddag ook met elkaar afspreken, dat we dat gaan doen. Je kan hier lekker doorfietsen, het waait. Dus de ene keer heb je verschrikkelijke wind tegen, maar draai je om, dan heb je ook weer lekker wind mee. En die ruimte, dat vind ik wel heel mooi hier in het noorden van Noord-Holland. De bollevelden, de duinen, dat je uitkijkt naar de Waddeneilanden, dat heeft wel iets. Ondanks wat tegenwind hier en daar is het goed toeven als fietser in de Noordkop. Hoog tijd dus om weer eens op de fiets te stappen.